Hallo en welkom bij Pols Model Train Stuff. Ik had tijdens het rondje rijden met kerst een NS6400 die zijn verlichting verkeerd om had zitten. En ik was benieuwd hoe hier een decoder in moest. Nou, heb ik hem opengemaakt en waarschijnlijk heeft iemand de motor verkeerd omgezet. Dus dat is wel makkelijk te repareren. En een van de lampjes zit los. Dus het enige wat hier eigenlijk aan gedaan hoeft te worden, is deze los en deze los. Ik heb de verbindingen met de spoor, met de rails al losgehaald. Deze moeten dadelijk in de goede volgorde op de printplaat komen. Op dat moment gaat de trein de goede kant op rijden, wat matcht bij de verlichting. En ik heb hier een gloeilamp. En die gloeilamp, daarvan steekt één pootje uit naar de zijkant. En ik heb dit gat met wat soldersorp spul leeggemaakt, zodat ik het pootje er terug in kan steken en opnieuw vast kan solderen. Ik heb gemerkt dat deze camera die ik nu gebruik een heel stuk gevoeliger is voor het laten vallen van kleine schroevendraaiers. En ook dat hulpje wat ik hier nu net heb gepakt, dat geluid pikt die heel goed op. Wat beeld betreft ben ik er eigenlijk best wel tevreden over. Probeer nu het pinnetje van de gloeilamp terug te krijgen in het gaatje van de printplaat. En ik moet zeggen dat het best heel lastig is als dit niet lukt. Moet ik even in mijn voorraadkast gaan kijken naar andere. Ik denk dat het gelukt is dat hij er nu in zit. Anders moet ik even kijken naar andere lampjes. In de hoop dat ik deze nog heb. Ik heb in mijn andere 6400 dit gloeilampje, al deze gloeilampjes vervangen voor LED's. Het is, soldeerbout moet even aan. Dat is altijd nog een optie. Ik probeer eerst hem zo te repareren. Dat ziet er goed uit. Pak ik ook het andere pootje even mee. Daar is ook wat soldeersol verdwenen. Met het weghalen ervan. Even kijken of ik hier over sorry's even kan testen. Ik ben nog niet toegekomen aan de rommel aan deze kant opruimen. Dus dit is, misschien moet ik iets gaan doen met inzoomen of bijknippen. Want het is wel een beetje een rommeltje zo. Kijken, die en die. Kijk eens aan, die brand en oeps, ja. Wat leuk. Oh ja, hij brandt natuurlijk altijd omdat de
stroom omdraaien. En dan brandt de andere. Ik heb wel het idee. Het ene vel op andere. Oh nee, ik had niet genoeg stroom opstaan. Die is goed nu. En zo. Dat betekent dat die lampen weer vastzitten. Ik heb hier een ESU Lockpilot. En ik kan dus zien dat die pin hier gaat naar alle lampen toe. Gaat hier langs ook naar die lampen. Dus deze pin moet de blauwe zijn. Dat betekent dat ik hem zo op moet monteren. En dan komt dadelijk dit hier op te liggen. En dan is de vraag, waar ga ik die decoder laten? Ik hoop dat ik genoeg ruimte heb om hem hier los op te leggen. En zo niet, dan moet ik kijken. Ja. Ik leg hem liever niet. Het zou nog kunnen, ik leg hem liever niet op die op de motor hier. De vlog het weg. Ik ga in ieder geval beginnen bij de motor. Hopelijk heb ik ze nu andersom, ik denk het wel. Zo, het is trouwens een beter idee, denk ik, om even nog een keer te testen met die plug voor analoog. Want dan kan ik meteen kijken of de rijrichting nu klopt. Klopt met de verlichting. Die erin. Die hier. De track pickups nog even opzetten. Dat is 1. Dat is 2. Die staat op analoog. De rollenbank staat nu op analoog. Er blijven overal dingen vallen vandaag. Zo. Even kijken. Hij rijdt nu die kant op. Hij rijdt die kant op. Hier is de verlichting wit. Daar is de verlichting rood. En andersom werkt het ook. Dat betekent dus dat hij nu
Inderdaad, dat het de motor was die verkeerd om vastgezet is. Ik denk door iemand die hem eerder gerepareerd heeft. Dan ga ik nu nog eens even kijken hoe en of ik hem kan digitaliseren. Want daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Zo, ik heb een decoder gevonden. Ik heb hier nu ik heb redelijk wat decoders geprobeerd. Maar eigenlijk allemaal kan ik ze er niet goed in kwijt. En ik heb nu een... Even kijken of ik hem tevoorschijn kan toveren. Hier is die Logpilot. En Logpilot Nano. Deze. Ontzettend klein. Ongeveer. Hij is kleiner nog dan mijn pinknagel. Die heb ik hier. Ik heb de kabels hier onder de motor gestopt. En de decoder zweeft hier een beetje boven het vliegwiel. Ik kreeg in eerste instantie de kap er niet op. In die zin, ik kreeg dit deel van de kap er goed op. Zo. Maar de stuurhut, de cabine, ging er elke keer niet op. Die kwam elke keer terug omhoog. Nou, wat ik heb gedaan is met een dremel. Met een stuk schuurpapier erop heb ik hem even bewerkt. Al deze pinnetjes van de decoder, hier zat een mooi kapje op met een mooi soldeerpunt en dat drukte elke keer hier tegenaan. Ik heb een keer het zwart gemaakt en de kap erop gezet en ik zag gewoon eigenlijk, je kunt het nog zien, alle 8 puntjes kwamen er terug op. Dus die heb ik afgeschuurd en nu past deze wel en is hij klaar. Hij hobbelt en hij rijdt. Verlichting klopt nu ook, wisselt ook van richting. Ik moet hem nog goed programmeren. Hij is nu nog wat fabrieksinstellingen wat grof geprogrammeerd. Ik wil hem dat hij wat rustiger optrekt. Maar voor de rest is het gelukt. Bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen tot een volgende keer. Like en subscribe. Laat bericht achter. En dat was het.